Goedemiddag allemaal, welkom bij de... Maatjes! Het is alweer een tijd geleden dat wij een filmpje hebben gemaakt, ja. Maar we zijn weer terug. Wat gaan we dadelijk halen? Zo'n... Een magisch ei, toch? Zo'n ketel. Ketel. Die dan gaat ronken. Je alles in doen en wat doe jij eens vertellen? Uitroken. En dan komt er een normaal knuffeltje. Maar die knuffeltje doet er een kleurtje bij maken. En dan, echt waar? Ja, en dan gaat het heel veel roken. Rood. En je kan een blauwe en een roze maken. En je kan een blauw, roze. Oké. Okay. Dus die gaan we dadelijk kopen. Als die klaar is, dan... komt er een knuffeltje uit. Ja, er zit een toverstafje bij, er moet water bij. Maar dan gaan we dadelijk allemaal lezen, want ik weet ook nog niet precies hoe het moet. We hebben alleen maar een filmpje gezien. Die gaan we dadelijk kopen in de speelgoedwinkel. Tot zo! Doei! Dames, ja. Waar is hij dan? Hij is weg. Weg! Kom maar op! O jee, en nu? Nou, in de stad hebben ze hem klaargelegd voor ons. Dus we gaan nu naar de stad. Wat? Ja, zeg maar. Hier heeft andere kinderen die gepakt eentje. Ja, want er stonden van de week 1, die stonden er niet meer. Dus nou gaan we op naar de volgende winkel. Yes, we hebben hem. Een complete set. Ja, alleen is er maar 1 knuffeltje. Nou, we zijn met z'n tweeën, dus we gaan er nog eentje bij zoeken. Hè? Nog één zo'n popke. Zijn jullie blij dat we hem hebben? Lach dan een keer. Hier ben ik, is Elise. Nou, daar zijn we dan. We hebben hem gehaald, de Magic Mixie. Ja. En het betoverende boek met extra spreuken. Ja. Nog een extra potje met 2 extra mixies. En een toverstaf. Nu gaan we hem openmaken. Unpacking heet dat op zijn Engels. We hebben een toverstaf. Nou, pak hem maar uit. Gaan we met de hele onderkant. Ga er iets mee doen. Ik probeer dit eigenlijk gewoon door te laten spoelen. Hè? Dat sneller gaat. Weet je wel? Mm-hmm. Pak het filmpje. Ja, dat is wel. Nou, alles is uitgepakt. Hier staat hier dan de ketel. Dan gaan we een Magic Mixie meemaken. We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dingetjes. Eerst is het water. Nee. Tweede is de toverpoeder. En? Derde is een ster. Ik weet niet waar die voor is. Vierde is een veer om te laten vliegen. Ik heb hier alles in het Nederlands uitgetypt, want alles zit in het Engels bij. Hier is 5 een bruistablet. En nog een paar dingen. Nou, nummertje 1. Water in de ketel. Nou, voeg het water in de ketel. Niet wel hier, hè? Niet daar aan de zijkant. Ja, oma, is genoeg. Genoeg, genoeg. Je moet er wel zo zijn. Pak de toverstaf, je hoort het nou, hè? Je moet eigenlijk op de ketel tikken, als je het hoort. Wanneer je... Ja. Nee. Nou, dan moet je 3 keer tikken. 1, 2, 3. Oh, daar zit ook allemaal licht in. Mooi, mooi groen licht. Nou, even kijken. Na 3 keer tikken moet het geluidsstof toegevoegd worden. Dat is die. Krijg je die zo open? Moet ik nog een keer tikken? Nee, Elise snel. Jij hebt aan de kant gaan staan. En dan mag Elise. Oh nee, deze heb ik nog niet. Het geluidsstof. Mag erin? Ja, moet er al in. Oh, dat bruist allemaal. Oh, dat bruist hard. Eén keer roeren. Oh ja, dat helemaal. Ja? Eeuw. Oh, wat spannend. Net de toverstaf. Het bruist helemaal. Net de toverstaf. Tikken. 1, 2, 3. Geef de toverstaf aan Sophie. 1, 2, 3. Even kijken. Nummer 3. Dat is deze. Dat is een... Zo, kijk. Oh ja, dit is een glinsterende ster. Die gaan we toevoegen voor de glinsters in onze Magic Mixie. Hier, doe die er maar in. En dan mag je ervoor. Pak hem maar. Glinsterende ster erin. Roeren!
Oeh, die bruist. Zo. Niet zo hard voeren dat er overheen gaat, hè? Zal ik eens een keer... Oh, je moet tikken, zeg. Tikken, tikken, tikken. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Nummertje 4. Voeg de... Veer. De veer toe voor vleugels. Moet ik even zien in de camera. Laten we even zien in de camera. De veer. Hij is nog niet klaar met bruisten. Oké, voeg de veer toe. En begin te roeren. En die van mij, de ster is nog niet klaar. De ster is nog niet klaar. Nee, de veer is al in 2. De veer is al bijna af. Oké, nummertje 5. Nummertje 5 is de bruisbloem. Toevoegen voor de kleur. Hé, hij heeft een regenboogkleur. De bruisbloem mag er nu in, voor de kleur. Kijk dat goed? Ja, voor de kleur toe te voegen. Dus krijg een blauwe. Dat weet ik niet. Ja, want de bruisding is blauw. Ja, maar misschien zet hij wel een andere kleur erop. Rustig roeren, rustig roeren. Niet helemaal weer over dat randje. Tikken, 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 tikken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, de edelsteen. De edelsteen. Even kijken, daar zijn de kristallen toevoegen. Nou, voeg het kristal toe. Stinkt. Roeren? Ja. En hier komt de naam op. Welke naam wil je een dag geven? Heb je daar wel over nagedacht? Nee. Die moeten we hier opschrijven. Pak jij daar even een pen, Sophie? Ik wil schrijven. Waar ligt de pen? Tikken, 1, 2, 3. Nou, schrijf snel een naam op. Zeg een naam snel. Want anders is je daar aan geboren. Bella. Wat ik hoor, maar kom maar. Bella. Onze naam is Bella. Bella. Nou, Bella erin. Dan mag Sophie nog even roeren. En dat moet hij volgens mij komen. Dat hier nog eens beschrijving, toch? Nee, we moeten nog spreuk. Oh, boek met spreuken. Klap me zo open, dat boekje. Ik dacht dat alleen Nederlands was. Nee, dit is Nederlands, die zat erbij. Oh, slimmer ik. Met de spreuken? Ja, doe maar. Oh. Met die magische spreuk maak je je nieuwe beste vriend. Die op magische wijze in jouw leven zal verschijnen. Wanneer je de spreuk uitspreekt, kijk dan goed uit beide ogen, zodat je helemaal... aan het einde van de magische verrassing niet wist. Laat mij eens even kijken. Ja! Oh, hij begint te ronken! Oh, ik hoor hem! Komt hij aan? Ja? Ik zie nog niks. Niet blazen, niet blazen. Oh, hij rookt! Daar springt hij eruit! Komt hij eraan? Nee, nog niet. Oh, hij roept goed. We hebben een goede toverdrankje gemaakt. Kom een beetje, is dat Sophie? Ja, ik zie hem! Echt? Ja! 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 Wacht, wacht. Kijk. Het is een jongetje. En hij is blauw. En we moesten ouders voor hulp vragen om de... los te knippen. Nou, wij hebben dus een magic mixie gemaakt. Ik weet niet hoe ik dat ken. Het was je nog niet. Hij ligt er ineens in. Ja, in één maar keer. Hoe? Ja, hoe? Maar hoe? Hij ligt er serieus ineens in. Ik dacht echt, het is niet speciaal. Toch wel. Je moet meerdere draadjes doorsnippen. Nee, dat moet nog niet, dat moet nog niet, dat moet nog niet. Er hoeft helemaal niks meer. Wij zijn klaar. Nee, we moeten hem verzorgen.
Ja, ja. Nou kan je even zorgen. Hè, de kerstjes. Waar is altijd water heen? Dit is onze Magic Mixie. Die heet Bella. Bella. Bella, Bella. Nou, we moeten even afsluiten maken van de vlog. Doei! Nou, we hebben dus met onze ketel, met al het water erin, met de Magic Mixie hebben wij dus Bella gecreëerd. Met de kristallen, de kleuren. Hij is boos, we moeten hem verzorgen. Ja, dat is iets met energielevel als je hier overheen drukt of doet met de ding. We weten nog niet precies, dan gaan we even de gebruiksaanwijzing nog verder lezen. We hebben hem in ieder geval gemaakt uit deze ketel. Zo'n keteltje kost 80 euro, maar dan krijg je er wel iets leuks voor terug. Is je het geld waard? Wat voor een punt geef jij het van 0 tot 10? Een 10? Ja, want hij is wel echt getoverd, hè, met rook en alles erbij. Een 8,5. Een 8,5 van Elise, een 10 van Sophie. Vond je dit nou een leuk filmpje? Doe even abonneren. Zet ook iets leuks in de comments. Moeten we een keer iets anders doen? Oh, ik zie het daar nog helemaal roken. Het rookt, heel de tent staat blank, maar dat maakt niet uit. Kom Elise. Vond je het een leuk filmpje? Had ik al verteld. Abonneren. Duimpje omhoog. Je hebt ook van deze. Die zijn 15 euro. Die zijn goedkoper, maar dat is een kleiner keteltje. Daar gaan we nog een andere keer misschien een vlog van maken. En we hebben hier ook nog navulling met nieuwe kristallen. Lijkt op een boekje. Er zitten nieuwe kristallen in. Nieuwe bruistabletten. Dus daar kunnen we het nog een keer mee doen. Laat het zitten zo. Kom eens bij. Even zwaaien. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. Tot de volgende keer. Doei!